Hi, Minneke. Ik ben tweedejaars oefentherapiestudent. En vandaag neem ik jullie mee in hoe mijn studiekeuze nou eigenlijk is gegaan. Mijn keuze voor mijn studie begon eigenlijk op de middelbare school. Ik moest mijn studiekeuzetest maken. En iedereen vond het saai en niemand had er zin in. Dus uiteindelijk heb ik helemaal niet naar de resultaten gekeken en nam ik dat helemaal niet serieus. Daarna ben ik gewoon op internet heel veel op gaan zoeken. Wat wil ik nou echt doen? En toen kwam ik erachter dat ik iets met mensen wilde doen. En toen ben ik eigenlijk verder gaan zoeken. Oké, wat zijn allemaal dingen die ik met mensen kan doen? Nou, toen kwam er vooral naar voren huidtherapie, kunstzinnige therapie, docent. Dus ik wist eigenlijk nog steeds niet zo goed waar ik heen wilde. Dus ben ik vooral open dagen gaan bezoeken en kijken van wat vind ik nou echt leuk. Toen kwam ik uiteindelijk dus bij oefentherapie uit. Toen heb ik nog een meeloopdag gedaan. En ik was gewoon super enthousiast, dus ik ben dat uiteindelijk gaan studeren. En toen moest ik later terug gaan kijken op de studiekeuzetest van school. En toen kwam er dus achter dat oefentherapie gewoon altijd in mijn top 10 heeft gestaan. Mijn tips voor jullie zijn dus, neem je studiekeuzetest serieus. Bezoek open dagen en kijk wat je leuk vindt. En wees niet bang om vragen te stellen.